Handboogschieten kan toch niet zo moeilijk zijn? Horizon TV nam een kijkje op de vrije trainingsavond van handboogschutterij Willem Tell in Leende. Wat is dat voor een vereniging? Voor sommigen is inderdaad presteren belangrijk. We hebben in het verleden een menig Nederlands kampioen gehad. Die zelfs de Olympische Spelen bijna gehaald hebben. En voor anderen is het gewoon belangrijk om lekker je pijl te schieten. Vanaf 10 jaar mag iedereen hier komen schieten. We hebben 2 jeugdtrainers die iedere dinsdagavond hier voor de jeugd klaarstaan. Er wordt met 2 soorten bogen geschoten. De recurve boog en de compound boog. Bert, jij komt hier net aanlopen met een hele grote kist. Ja. Wat zit er in de kist? Er zit een boog in. En kan je die laten zien? Ja, die zal ik even laten zien. Aha, dat ziet er indrukwekkend uit. Dit is, zoals ze zeggen, een recurve boog. Dit is de bovenlat, dit is de pees. Dit is het vizier wat je houdt op het geel, op het blazoen. Stabilisator. Op het moment dat je de boog uittrekt, vangt hij de klap op van het trillen van de boog. 2 zijstabilisators. Ja. Dit is puur voor het bescherming van de pees die tegen de armen kan slaan. De punt is bepalend voor de vlucht van de pijl. Ik ben 10 jaar. Hoe ben je hierbij terechtgekomen? Nou, de vader van mijn opa deed al handboogschieten. En toen deed mijn opa handboogschieten. En toen mijn moeder en mijn oom. En toen ging ik het doen. En ik vond het een vrij leuk sport. Dit is een compoundboog. En het grote verschil is eigenlijk met een recurve boog, is dat deze boog heeft een vizier met een vergrootglas erin. Dus hier zit een kijkglas in, wat dus ook mijn doel vergroot, dat ik het beter zie. En er zit in dit vizier ook nog een waterpasje in, dat ik mijn boog weet of dat je recht staat. En dan ook nog een groot verschil, hier zit een oogje in de pees. Dus ik kijk dadelijk, als ik ga schieten, kijk ik met mijn oog door dit kijkertje, recht naar dit kijkertje. En dan richt ik naar achteren. En wat is dat daarboven? Deze, dat is het grote verschil met een recurve boog. Als je deze uittrekt, dit wieltje is excentrisch. In het begin trek je de volle kracht van de boog. En op een gegeven moment krijg je een kantelpunt. En dan hou je van de 40 pond die ik uittrek, hou je nog 15 pond over op de vingers. En wij schieten deze boog ook niet met de vingers zoals een recurve boog schiet met de vingers. Maar voor deze boog hebben wij een aparte losser, die haken hier aan. En je kunt je net als bij een geweer kun je lossen door dit portret. Dus je schot is ook veel zuiverder. Het hoogste wat ik ooit heb gehaald is 219 punten met 30 pijlen. En als jij nou met andere vriendjes van school of zo praat over jouw hobby, vinden ze dat leuk? Sommige kinderen hebben wel interesse, maar ik had een keer foldertjes uitgedeeld in de klas. En ik vroeg welke kinderen het leuk vinden, en maar 3 kinderen staken hun hand op. Dus. Er was niet zo heel veel? Nee. Willem Tell, ja, wie kent het verhaal niet? Ja, wij dragen die naam best wel met trots, denk ik, als vereniging zijnde. Ja, doe je ook wel eens inderdaad met dat iemand een appel op zijn hoofd zet en nou, dan doen we dat niet. We doen wel aan Robin Hood schieten. Die appels, dat doen we niet. We zijn nu van het fruit. We doen wel als pijlen in elkaar geschoten worden. Dat heet dan in ons vakje gewoon stel een Robin Hood. Leg dat eens uit? Ja, als de pijl in de roos zit of waar dan ook in het doel. En er wordt een andere pijl achterin geschoten. Dan heet hij, Robin Hood kon dat schijnbaar ook, om 2 pijlen in elkaar te schieten. Dus ja, dat kunnen wij soms ook. Oh, dus wij zijn gewoon een gezellige, leuke vereniging. En we zullen, net als meerdere verenigingen, zullen we moeite moeten doen om inderdaad leden bij te krijgen. Maar we gaan daar 100% voor. En we staan over 5 jaar zeker.
Ja, 100%. Of handboogschieten zo makkelijk is? Bij handboogschutterij Willem Tell in Leende kan iedereen leren schieten. En laat hem maar los. En hoe laat je los dan? Ja, gewoon de vingers open. Vingers open. Laat maar over.